Portugal is een van de oude dorpskernen van de gemeente Albrandswaard op het eiland IJsselmonde, pal onder de rook van Rotterdam en Europoort. In vogelperspectief kijkt u nu in noordwestelijke richting naar het eiland IJsselmonde met forensengemeente Portugal. Daarachter ziet u de industriecomplexen van de Europoort. En helemaal aan de horizon ziet u de Noordzee. De eerste bewoners vestigden zich rond 1200 op de westelijke oeverwal van de Brede Vliet. Langs de Brede Vliet ontstonden kunstmatig opgehoogde terpen waar boerderijen de voeten droog hielden. Boerderij Verhoef staat op een van die oude terpen. Anno nu biedt het pand onderkomen aan Stichting Het Terphuis, een woon-, werk- en leefgemeenschap. Op een andere oude terp staat, buiten het centrum van Portugal, de hervormde dorpskerk. Rond het jaar 1200 liet de adellijke heer van Putten hier een houten kerkje bouwen. Omdat hij niet in Portugal woonde, koos hij voor een plek buiten het dorp. De huidige oud-gotische kerk is diverse malen verbouwd en gerestaureerd. De gereformeerde kerk en de hervormde kerk zijn in Portugal verder gegaan als gefuseerde KPN-kerk. De gereformeerde kerk wordt nu niet meer gebruikt voor de diensten. Tussen Portugal en Rome stond heel vroeger het kasteel Valkenstein. Bij de kruising Slotse Dijk en Slot Valkensteinse Dijk is de plek, waar het door de heer van Putten rond 1310 gebouwde kasteel ooit stond, nog steeds goed herkenbaar, onder meer doordat de restanten van de slotgracht er nog liggen. In het midden van de 16e eeuw werd het kasteel eigendom van de heren van Roon en Pendrecht. De laatste eigenaar was Pieter Johan Tijken, schout van Portugal. Tijken stierf in 1824. Zijn erfgenamen hebben het kasteel in de jaren 1826-1828 laten afbreken. Het gemeentehuis van Portugal werd in 1911 gebouwd ter vervanging van het rechthuis uit 1592. Nu is in het pand de oudheidskamer van Roon en Portugal gevestigd. In de bestrating voor het gemeentehuis staat de spreuk God zij met ons. De putdeksels in de bestrating herinneren aan de inhuldiging van koning Willem-Alexander en koningin Maxima in 2013. Waar nu het sociaal-cultureel centrum De Brinkhoeve staat, stond vroeger een boerderij met dezelfde naam op een terp. Als je goed kijkt, kan je dat nu nog zien. Als we door het dorp lopen, zien we verschillende bijzondere panden. Wel heel smalle praktijk voor dierfysiotherapie. Buitenlust is een hoeve uit 1908. De openbare bibliotheek is gevestigd in een eeuwenoude boerderij die in 1978 is gerestaureerd. Dit kunstwerk van Ton Kalle heet In de Wolken en is bedoeld om op te gaan zitten. De boerenhofstede Voorzorg aan de Dorpstraat is in 1862 gebouwd en in 1884 verbouwd en, origineel gevonden, vanaf toen Laterzorg genoemd. Nabij de kruising Albrandswaardse Dijk, Welhoekse Dijk en Dorpstraat lag vroeger de haven van Portugal. Rond 1900 was het de thuishaven van enkele vissersboten. Een beurtschip onderhield de verbinding met Rotterdam, volgens een vastgestelde dienstregeling.
Na 1953, de watersnoodramp, werden nieuwe dijken aangelegd en de haven gedempt. Een sluisje uit 1571 moest vroeger het waterpeil in de haven en het dorp regelen. In 2003 is dit historische sluisje gerenoveerd. Wat nu Huizen Dijkzicht heet, was eeuwenlang bekend onder de naam het Schippershuis van Portugal, waarin schippers met hun gezin woonden. De eerste eigenaar van het Schippershuis is waarschijnlijk Pieter Huigen, een schipper en zoon van de marktschipper Huig Dirks. We vervolgen onze route over de Albrandswaardse dijk, een oude waterkering. Tijdens de Allerheiligenvloed is in 1570 de dijk doorgebroken en is achter de dijk dit wiel ontstaan. Zorgcentrum De Hoge Werf heeft hier een aantrekkelijke locatie gevonden. In de 19e eeuw groeide Rotterdam als kool. De verbinding over land tussen IJsselmonde en Rotterdam was erg gebrekkig. Een acceptabele vorm van massavervoer was dringend gewenst. In 1905 opende de RTM, de Rotterdamse Tramwegmaatschappij, een stoomtramverbinding van Rotterdam via Rhône en Portugal naar Voorne-Putten. Reizigers en goederenvervoer namen een grote vlucht. De laatste tram reed in 1965. De herinnering aan de RTM wordt sinds 1966 levend gehouden door Wij RTM, een uniek vervoersmuseum met museum Tramlijn in Oudorp. De eigentijdse metro Rotterdam-Spijkenisse gebruikt sinds 1974 delen van het tracé waar voorheen het trammetje reed. Het voormalige stationscafé van Portugal is nu een horecagelegenheid. Jarenlang was dat het Magneetcafé, later overgenomen door Kees.